ga bellen, Henry, want ja, het is ook tijd om te bellen. En degene die ik nu bel, die weet het niet dat ik bel. Ja, dat is altijd mooi, het mooiste, dat is daar altijd zit een op. Verrassing. Ja. En dat vindt me, ja. Daar zit ik op. Met Steven. Kijk, aan de telefoon luisteraars te kijken, Steven Bunt. Die kent u, die komt uit Giethoorn, die kent u onder andere als gemeenteraadslid. Steven, ik bel jou even, omdat ik vanmorgen op Twitter wat voorbij zag komen. Jij hebt een proefschrift ingediend, leg het eens even uit. Wat is er aan de hand? Ik heb de afgelopen 6 jaar onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek naar sociale kwetsbaarheid van ouderen. En ik heb 6 weken geleden mijn proefschrift ingediend en heb gisteren te horen gekregen dat die is goedgekeurd. Dus dat heb je voorbij zien komen, dat klopt. Hey, en wat is dan het vervolg, zeg maar, met zo'n proefschrift? Want hoe werkt dat? Ik heb mijn LTS, dus ik weet niet hoe verder dat allemaal gaat op niveau waar je studeert. Maar je hebt een proefschrift gemaakt en dan? Ja, ik heb een proefschrift gemaakt. Ik heb 6 jaar lang onderzoek gedaan. Ik heb dat opgeschreven. Ik heb een manuscript gemaakt voor een boek. En dat moet eerst goedgekeurd worden door je eigen begeleidingsteam. Een aantal hoogleraren van de Rijksuniversiteit in Groningen. En nu is dat ook goedgekeurd door anderen. En nu is de laatste stap eigenlijk de verdediging. De fysieke verdediging, zal ik maar zeggen. Waarbij je ondervraagd wordt over dat proefschrift. En dat zal in september plaatsvinden. En wat is dan in grote lijn de inhoud van dat proefschrift? Nou, het gaat over sociale kwetsbaarheid als je ouder wordt. We weten al heel veel over fysieke kwetsbaarheid. Dat als je wat minder goed gaat zien en als je wat minder goed gaat lopen. Maar over sociale kwetsbaarheid weten we nog niet zoveel. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dat gaat dan vooral over dat het heel belangrijk is dat je de contacten die je hebt en de sociale verbinding die je hebt met anderen. Dat heel erg belangrijk is voor het welbevinden van mensen. En als je ouder wordt, dan wordt dat soms wat lastiger. He, dan vallen de mensen weg. Of je kan bepaalde activiteiten of hobby's niet meer doen. En dat is minder goed voor het welbevinden. Hey Steven, ik wil niet lullig doen, maar ik denk dat dat proefschrift rondom coronatijd laat zien hoe belangrijk het is dat bijvoorbeeld oudere mensen visite en zo blijven ontvangen en mee blijven doen in de maatschappij. Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Deze tijd maakt duidelijk dat dat ontzettend belangrijk is. Want juist de mensen die nu fysiek kwetsbaar zijn, ook voor corona, die krijgen nu ook de grootste klappen op te vangen als het gaat over sociale contacten. Hè, die kunnen mensen niet meer zien. Je kunt niet meer de dingen doen die je altijd deed. Dat heeft een enorme impact. Dus het is hartstikke belangrijk dat we nu met de maatregelen ook weer gaan kijken hoe je in contact kunt blijven met anderen. Ja, want mijn zoon werkt in de verpleging en die valt hem ook op. Ook ondanks dat mensen geen corona hebben. Dat ze echt ook een beetje aftakelen omdat ze geen visite krijgen. Geen fysiek contact, geen knuffeltjes en dat soort zaken. Ja, dat klopt. En we weten zelfs dat sociale binding eigenlijk nog belangrijker is voor je gezondheid dan bijvoorbeeld overgewicht of roken. Sociale verbinding is ontzettend belangrijk om gezond te blijven. En er gaan letterlijk mensen overlijden aan eenzaamheid. En daar staan we allemaal niet zo bij stil. We denken vaak over gezondheid in termen van overgewicht, sporten, dat soort dingen, in beweging blijven. Maar het is hartstikke belangrijk voor je gezondheid om ook andere mensen te kunnen blijven zien. Wij zijn van huis uit sociale dieren en we hebben dat nodig. Ik zie mijn collega Henry Kooi lachen. Steven, ik wil dan toch, omdat jij toch de deskundige bent op dit gebied, 1 vraag stellen. Het is dus gezond, als het straks weer kan, dat je weer met een paar mensen gewoon lekker op terras gaat zitten of café induikt. Ja, dat is wel een goeie. Ik denk dat het hartstikke gezond is als je gezellige dingen en leuke dingen met anderen kunt doen. Dat is hartstikke gezond. Dan moet je natuurlijk wel een beetje uitkijken dat je niet te veel drinkt en ook niet te dicht bij andere mensen gaat zitten. Gaan we doen. Steven Bunt, ik feliciteer je. Heel goed, mooi. En we zullen dat nadrukkelijk blijven volgen. Vanuit het mooie Giethoorn, Steven Bunt, dankjewel. Dankjewel, Jannes. Dat is goed nieuws, hè? Ook, want het is wel belangrijk, hè? Ja, ik wil er wel even op inhaken, want zoals je weet, mijn oom die is 100 en die zit in Zonnekamp. Ja, die man die deed elke dag nog een loopje door de stad met de rollator. En die heeft dus de laatste, we kunnen wel zeggen maanden in zijn kamer heeft hij opgesloten gezeten. Niet alleen, want er zijn duizenden mensen die hetzelfde lot moesten ondergaan. Die deed dan wat lopen in de kamer en smorgens een beetje gymnastiek oefening. Maar die maakt dus sinds vorige week weer de gang op. Dus hij mag op zijn, hij woont dus nog zelfstandig, maar dat stuk waar hij dan woont mag hij weer een blokje hier rondlopen. Dus die is weer bezig om de conditie weer wat op te bouwen, zodat hij hoopt dat hij, zodra hij de deur uit mag,
dat hij dan toch weer de boodschapjes zelf kan doen, lopend naar de stad. Nou, dat hoop ik ook voor die man, dat dat allemaal binnenkort weer mag gaan gebeuren. Hoop bij voor alle oudere mensen, want steeds voor alle oudere mensen. Belangrijk, hè? Sociaal contact absoluut, is absoluut belangrijk.